servicecentrum. Maar wat we eigenlijk doen is, we hebben een app gebouwd binnen een 3 weken, een soort proefballonnetje om te kijken hoe verschillende partners eigenlijk hun content kunnen aanbieden. En bijvoorbeeld, we hebben een hele mooie documentaire, Havenomzwerving in de Nacht. En daar gaat het eigenlijk over een soort van de droomwerelden van de oud-bewoners van de NDSM-werf. Het heeft een hele rijke geschiedenis, maar ook een soort van mysterieuze aantrekkingskracht. En wij wilden die eigenlijk weer naar boven laten borrelen. Het gaat hier vooral, het is een beetje de toekomst, een soort creatieve industrie is ontstaan, maar dat heeft een heel verloop gehad, een heel proces. In de jaren 80 is de NDSM-werf eigenlijk een soort van failliet gegaan en daarna een beetje vervallen. Maar telkens heeft het een bepaald type mensen aangetrokken. En we wilden kijken hoe we dat mensen kunnen laten herleven. Door weer terug naar de NDSM-werf te gaan. En eigenlijk door hun eigen ogen weer te ervaren van, goh, wat is het nou eigenlijk om hier rond te lopen? En wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En dus hebben we mooie beelden van beeld en geluid. Oude journaals. Maar ook redelijk recente beelden van Stadsarchief Amsterdam. En natuurlijk de documentaire van ITVA zelf. En het is nu ook tijdens het ITVA Festival. En dus een mooie gelegenheid om eens een keer rond te lopen. En hoe gaan ze dat precies doen? Hoe gaan mensen dat precies doen? Nou, we hebben hier een app met eigenlijk 3 simpele pagina's. Want we willen natuurlijk niet dat je eigenlijk de hele tijd met je snuffel in de app zit. Een kleine infopagina. Waar het eigenlijk om gaat is hier een soort mapje van de omgeving. Redelijk abstract. Maar je ziet wel eigenlijk duidelijk waar we nu aan zijn gekomen met het pontje. En hoe we dus ook kunnen lopen. En eigenlijk de stipjes die je nou ziet zijn aanvullende beelden. Maar ook de kleine documentaire fragmenten. En die hebben een beetje verspreid over de hele werf. Ook gebaseerd op waar bijvoorbeeld de foto's zijn genomen of waar de informatie over gaat. Als we weer teruggaan. En dan hebben we hier de app. We hebben bepaalde codes. En je ziet ook stickers daar. Er en der verspreid. En daar staat een unieke code op. En als we die code invoeren, ik zal even kijken. Ik heb een redelijk oud telefoontje, maar misschien dat die trekt. 951 was het. Dan worden we naar een pagina geleid waar we eigenlijk alle sociale media weer kunnen retweeten. Maar ook naar de source kunnen gaan. Dus wie heeft, in dit geval gaat het om een documentair fragment. De video wordt er geladen en we kunnen de video eigenlijk ervaren. Het is natuurlijk op de NDSM-werf, dus de 3G-masten worden met een aggregaatje aangezwengeld. Maar in ieder geval, de plaatjes worden mooi geladen en filmpjes worden geladen. Zo kun je eigenlijk rondlopen. Het is niet natuurlijk verplicht om iedere sticker of zo te taggen, maar het gaat natuurlijk om die ervaring.